Welkom bij In Bedrijf. In deze aflevering noem ik met naar nostalgische Wienerschool. Verzint de gas bij Luite Groentechniek, om precies te zijn. Luite Groentechniek is een jong en dynamisch bedrijf in het groen. Gestart in 2003 met een graasmeijer, een huifkar en een vrachtwagen vol enthousiasme. Ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met 25 medewerkers en is een begrip in de regio en wiet de boete. Met het credo, alles in één hand dat ons zorgt, timmert Luite Groentechniek letterlijk aan de weeg. Van alle merkte toes en ondersteund door een modern en veelzijdig machinepark, is iedere klus weer even uniek. Laat ik verrassen door het enthousiasme en de professionaliteit van de ondernemer en zijn medewerkers. Laten we weer gaan kijken naar de veelzijdigheid van deze onderneming in deze nieuwe aflevering van In Bedrijf. Ah, Remy. Goedemiddag. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Zintig. Dit is lekker het zonnetje, hè? Ja, dat is mooi hier, hè? Goed voor toe, lekker in het landschap, ja. Hey Remy, hartstikke bedankt in eerste instantie dat we morgen komen kijken in die bedrijf. Kun je ons gaan vertellen over wie het bedrijf van Stangen is? Het bedrijf bestaat dit jaar 12 jaar. Ik ben in 2003 met Luite Groentechniek begonnen. Eigenlijk gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van particuliere tuinen. Dus eigenlijk kleinschalig werk. Alleen gewoonweg de jaren kreeg ik steeds meer vragen van onze klanten voor andere dingen te doen. Bedrijven, gemeentes. Wie is die opstartfase gegaan? Ik noem aan dat ze zelf ook metgewerkt hebt in tuinen. In de eerste 3 jaar heb ik eigenlijk volledig zelf met boete gewerkt. Dus samen met de jonge Smit. Het is veel logisch dat ze dan eens aangeven wie ze het werk hier gedaan hebben. En ja, de meeste van de mannen die toen hier werkten in het begin, die werken hier nu nog. En die geven nu leiding aan het boeteteam. Wat is de specialiteit als Luite Groentechniek? Nou, ongeveer de helft van ons bedrijf is actief voor particuliere klanten. Dus eigenlijk aanleggen en onderhouden van tuinen. En voor doen ook een stukje projectontwikkeling. Dus voor ontwerpen de tuinen ook. En voor zorgen natuurlijk voor de nazorg. Dus dat de klant dan al jarenlang vergoed kan met een schoenen tuin. Hoeveel man werken op dit moment binnen het bedrijf? Op dit moment zijn we met een 24 man werkzaam binnen Luite Groentechniek. Ik moet je voorstellen, ik heb natuurlijk een hele hoop kijken bij het juist wat te verlopen van onze werkzaamheden. Dus we hebben inderdaad een uitvoerder, een werkvoorbereider, een calculator en nog een tekenaar. En dan hebben we natuurlijk een aantal voormannen die het werk op de werkvloer moeten begeleiden. Remy, kun je ons gaan vertellen over 2003 begonnen, 2004. Er zit natuurlijk een behoorlijk tijdspaad tussen, je 12 jaar, zeg ik ze zelf al. Wie is dat gegaan? Wie beste gegroeid? Ik ben in 2003 gediplomeerd, dus ik ben afgestudeerd. En dezelfde dag ben ik naar de KVK gegaan. En de hoogste gaat van nou, nu gewoon ik mijn bedrijf beginnen. En ik hou natuurlijk wel het ideeën wie ik dat graag zou willen. En nou, zo zijn we begonnen. Klein begonnen, klein gestart. Alles op zijn tijd en uiteindelijk zijn we doorgegroeid. Nou, in 2003 houden we dan nogal de eerste medewerkers wel in dienst, dus man of twee. En gaandeweg naar 2007 toe is het team gegroeid. Toen hebben we ook nog in de tussentijd 2 keer een nominatie mogen krijgen van de provincie en de KNV Koophandel als beste starter van Limburg. Nou, dat wordt natuurlijk erg leuk. En daardoor kreeg het natuurlijk wat PR, de kreeg wat naamsbekendheid en dan groeit het bedrijf door. Wat wel heel erg belangrijk is dat ze eigenlijk vanaf het begin af een goed werk leveren. Dus dat ze goed advies geven en een goed product leveren. En ja, langzaam boosten dan een naam op en dan kreeg ze vanzelf ook wel wat werk. Dus gedurende de tijd groeien ze dan door. En die klanten te kunnen blijven helpen, zodat ze die team en ook die machinepark moeten laten groeien. Als ze nu een één zin moest weergeven waar Luite Groentechniek voor staat, wat is dat dan? Wat ze belangrijk vinden is als de klanten ontzorgen. Alles in één hand. Dat is eigenlijk ons credo en met alles in hand bedoelen we dat de klant eigenlijk van A tot Z bij ons een totaalpakket mag verwachten. Dus op het moment dat de klant ons belt, pakken we de telefoon op en dan begint de hele trein te lopen. Dus we verzorgen voor het stukje wensen, eisen, het ontwerp, dan de aanleg, het onderhoud. In de breedste zin des woord. Verwerken als bedrijf weliswaar wijd verspreid, noemen we dat altijd. Hè. Dus we zitten eigenlijk in de hele regio, eigenlijk zo'n 100 kilometer om bijna schade zijn we actief. Dus ook in België en Duitsland. Maar wat we heel erg belangrijk vinden is dat we toch in de lokale omgeving betrokken zijn. Een heel aantal medewerkers die we in dienst hebben, die zijn echt uit de gemeente of in ieder geval niet ver ervan. En nu recent zijn we dan bezig met een dorpstuin ontwikkelen in Wijnersrade. Althans, we hebben daar de vorig jaar gewonnen demarrageprijs, ondernemersprijs, hebben we gesponsord aan dat project. En we staan dat dan met raad en daad bij. Nou, ik stel voor dat we ons binnen het bedrijf gaan kijken.
Roland, je bent 12 jaar geleden begonnen hier bij Luiten Groentechniek als leerling. Ja, dat klopt. Ik ben vanaf dag 1 werkzaam bij Luiten Groentechniek. Op de dag dat Remy zijn bedrijf heeft opgestart. Zodoende ben ik, eigenlijk heb ik de mogelijkheid gekregen om de school hierbij te volgen. Tot wat ik nu dan uitvoer op dit moment, dat is tot outdoor manager. Ja, als uitvoerder ben je eigenlijk de spil tussen de werkvloer en het kantoor, waar de projecten binnenkomen. Ik probeer daar goed tussen de middelen en zorg dat boete alles tot bij de particuliere klant of de opdrachtgever netjes en vlot verloopt. Wat ik doe is projecten bezoeken, zorgen dat de klant tevreden is, zorgen dat de jongens tevreden is, tot het nergens aan schort. Kindse bedrijven omschreven 12 jaar geleden. Nou, als ik heel eerlijk ben, is het leuk om te zeggen. Ik zeg altijd, we zijn gestart bij Remy in de garage, bij zijn oude stoes, met een kruiwagen en een graasmeijer. Toen is er snel een eerste bus gekomen. Zo doen we nu ook al onze bussen op volgorde, Sprinter 1. We zijn nu tot Sprinter 8, dus we hebben nu ook 8 bussen lopen. Dat wordt de eerste bus waar we eigenlijk onze werkzaamheden in wegen. Luiten Groentechniek heeft in juli 2014 de opdracht gekregen de boeteruimte te ontwikkelen voor het nieuwe adviescentrum van Rouwbank Centraal Zuid-Limburg. Het boetegebied is efficiënt ingericht om alle wensen en eisen te verwerken, zonder het natuurlijk en klassiek karakter van de hoeve te beïnvloeden. Zo is de binnenplaats voorzien van een boetewerkplek. Tevens is er voldoende ruimte gecreëerd voor ontspanning en is er een efficiënte routing door het terrein aangelegd voor de optimale bereikbaarheid van het pand. Ik ben landschapsontwerper. Ik hou me bezig met het ontwerp van zowel particuliere tuinen als openbare ruimtes, zoals parken, pleinen, landgoederen. En daarnaast maak ik ook beplantingsplannen, werkvoorbereidingen en calculaties. De diversiteit dat beveelt me heel goed. Dus zowel op bureau als ook boete bezig zijn. Als je aan een landschapsontwerper denkt, dan zin ik zo'n man of een vrouw boete stoel met een bord, met een tekening, met een potlood. Maar dat is heel anders volgens mij, hè? Ja, meestal wat ik boete doen is inventariseren en analyseren. Dus kijken wat er is en wat de kansen van een gebied zijn. En daar maak ik dan foto's van. Maak ik ondertussen ook aantekeningen. En die verwerk ik vervolgens op kantoor tot een voorlopig ontwerp en uiteindelijk definitief ontwerp. Alles wat voorkomt in het bedrijf, van de eerste opname bij de klant doen ik, verwerken, calculeren, werkvoorbereiding en ook wat projectbegeleiding. Dus ondersteunen van Roland de uitvoerder eigenlijk, zeg maar. En de project werd zo ver voorbereid dat het dan al overgedragen werd aan Roland en dan kan hij de uitvoering doen. Dan het Luiten Groentechniek onder een ander BV, een soort zusterbv zal ik het maar even noemen, Greenspot & Co. Ja, Greenspot & Co. is een heel leuk bedrijf. We doen er met name participatieprojecten met. Vaak ook met kinderen, met natuurlijk spelen. Je kunt je denken aan schoolpleinen. In natuurgebieden zijn we actief. Openbare ruimte. En we willen eigenlijk mens en natuur met elkaar verbinden, zeg maar. Dus geen standaard betegelde schoolpleinen willen we maken. Maar ook natuurlijke dingen met boomstammen, grasveldjes, gewoon net kinderen weer lekker boete kunnen spelen. Participatie hoort in dat we dat vaak samen met de betrokkenen doen. Dus met de kinder of met buurbewoner. Investeren in de omgeving. Dat vinden ze bij Luiten Groentechniek heel erg belangrijk. Zo hebben ze de eerder gewonnen demarrageprijs ingezet om bij de basisschool in Wienandsroo een heuse dorpstuin te realiseren. Ja, ik ben binnen deze organisatie begonnen in 2004. Ik heb verschillende functies gehad.
En op dit moment ben ik medewerker back-office. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de financiële administratie van begin tot eind. Ik ben VGM-coördinator voor de veiligheid, gezondheid en milieu binnen de organisatie. Ik ben bedrijfshulpverlener en ik probeer bedrijfsbureau in goede banen te leiden. Vooral een stukje nakalculatie. Dus ook kijken van, komen we uit met wat we geteld hebben en wat we uiteindelijk op de facturen bestaan. De managementinformatie die daar uitkomt, die speel ik weer door naar onze calculator. Zodat hij zijn systeem erop kan aanpassen. Zeg, wie is dat nu? Je bent al die jaren lang met Remy samen. Je hebt samen die onderneming wat gerund met de tweeën. Wie zit er in het dagelijks leven uit voor dan? Ja, best wel druk en hectisch leven eigenlijk. Maar wel heel leuk. Elke dag nieuwe uitdagingen en kansen die ze probeert te pakken. En daar samen keihard voor gaan. Wilt je er meer weten over Luiten Groentechniek? Nodig dan verrassen op luitengroentechniek.nl. Ik wil u bedanken voor het kijken en tot een volgende In Bedrijf.